In de vorige aflevering kregen we hulp van rare engelen dingen. En nou heeft Eugene ons een locatie gegeven waar veel schuilplaatsen zijn of zo. Dus daar gaan we maar heen. En we zien wel of we daar die geleider tegenkomen. Ik hoop het wel. Anders is het een beetje jammer. Dan hebben we een beetje valse informatie gekregen als het ware. Lijkt erop dat we hier in ieder geval naar boven moeten. Of toch niet? Nee, toch niet. We hadden eigenlijk gewoon... Nou, whatever. Zo kan het ook. We kunnen toch van alles en iedereen afspringen. Let's see, if I had one of these things on, I would want to get it off as fast as possible because, well, because they're butt ugly. And I guess because they just scream, attack me. I'm a suspected bioterrorist. So you want someplace private to get undressed with a door that locks, place to sit while you changed. A porta potty would be perfect. You'd kill two birds with one stone. Which of you are hiding there? Oh. You know those bioterrorists. Not a great start. Dus we moeten allemaal toiletten door gaan zoeken, whatever. Een beetje kansloos. Great. Bilingual bullying. Overmeesteren. En overmeesteren. Now, what was I doing before I ran into the red menace? Nope. Nee, hier zit ook niemand. Ze gaan toch, als ze er überhaupt in zitten, dan blijven ze er toch niet in zitten. Wat is dit nou van iets? Beetje toiletten doorzoeken. Waar is die laatste? Daar. Wat een rotplek. Wat zullen mensen wel niet denken die je hier zien? No? Okay. Wat een kansloze zoektocht. Ik kan er niks anders van maken. Wel, de laatste die we open doen, daar zit hij in. Zo zijn games. Het maakt niet uit welke volgorde je pakt. De laatste die je open doet, daar zit hij in. Oh, wat de? Waar komen jullie nou weer vandaan? We waren rustig gewoon aan het zoeken hoor. We vielen niemand lastig. Ik weet niet wat je probleem is. Ik heb hier helemaal geen zin in. Oh, nou geef je over. Oh. Echt? Oh, fuck. Nu. Nee, nog steeds niet. Nu. Ja. Oké, dit gaat heel raar. Huh? Ach ja, zolang de impact groot is, dan is het, ben ik het best. Zolang we de boel maar oh, er komen nog meer aan. Altijd versterking. Waar zijn ze? Whatever, laten we het doorzoeken. Nope. En de laatste wordt hem ook niet. DUP and I'm not a freak who goes around opening occupied porta potties. Okay, toch wel. No, wait, I saw him. Huh? These angels are quick. Shit, ik had neon moeten hebben. Oh, and DUP. Geweldig. Hey, Delson, I'm in the Lantern District. You still here? Yeah. Yep. You made it across. What the hell's going on? You're on your own for a couple hours and suddenly there's angels dive bombing people. That has something to do with the conduit we're looking for. I set free a bunch of prisoners the dupes were moving. I think one of them might be our guy. Oh, the big brothers here. Finding escapees. The engelen zijn de vijanden. Krijg nou. Anyone in a black and yellow vest. I saw one on the ground in Hing Hang Market. Oh, yeah, yeah. Looked like a bitch to get off. Locks all over it. Gotta say, little brother, get the hang of this manhunt thing. Maybe when we get back home, I'll deputize you. Jesus, what the... Pijnlijke zooi. Oh, no, even over naar Neon. Zoek naar meer ontsnapte geleiders. Meer, zijn er meer? Alright. Nou, hoe kunnen we ze spotten? Dat is de volgende. Wat, we gaan toch niet weer deze onzin uithalen met toiletten? Nee, oké, dat scheelt.
Er zijn hier dus ergens geleiders. There's one trapped on the crane. Let's go get him. You fellas mind if I tag along? Op de kraan, oké. Dat is een andere tip. Laten we via de lucht gaan, dan gaan we wat sneller. Handig van die mensen die de boel verklappen. Het scheelt tijd. Het scheelt heel veel tijd. Ja la la la. Op de kraan, oké. Ja, we zien. Goh, in één keer moet ik hoesten. Is dit de juiste kraan? Waarom kan ik mensen overmeesteren? Oh, omdat ze geweren hebben. Gaan ze op mij schieten als ik... I'll make you a deal. We take this chase back down to the ground where it's safe. And I'll give you a 10 second head start. Ja, dat vind ik ook wel een deal. No. No. No, 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 don't. Oh. Nice catch, Wayne, man. Alsjeblieft, alweer die fucking engelen. Ik word hier zo moe van. Hup. Oké. Okay. Geen tijd verspillen met de engelen die we niet nodig hebben. Waarom zouden we dat doen? Omdat ze misschien op ons schieten. Wauw, weer telefoon. How's it going, deputy? Whoever this angel maker is, he's pissing me off. They keep grabbing. Ja, inderdaad. I can't keep up. So, same old, same old. So. Angels aren't bad enough. There's these gangs of surly dudes out hunting the Vestoids too. Waar is die gast nou heen dan? Gang of bullies who like to cause trouble around the international district. You should stay clear of them. So far so good. These guys are real scum of the earth types. Whoa, relax. Is die gast überhaupt een geleider? Ik bedoel, hij leed ze gewoon dood te laten vallen. Waarom vliegt hij niet zelf weg? Alright, I'll meet you by the port of... Listen man, I don't know what... You can trust me. I'm a cop. You know, I've noticed you like to mention that a lot. Okay, op naar Reggie. Ik word een beetje moe van deze faaldoelloze pogingen die nergens naartoe leiden. Niet bepaald motiverend, om het maar zo te noemen. Maar oké. Okay. Misschien heeft Reggie een goed plan. Ja, ik verwacht het niet. Want zoals hij zelf zei, het is een politie en politie heeft nooit een goed plan. What do you think? I mean, it's a little bit of pain putting on, especially in there. It's like somebody had some Thai food. But what do you think? Chase me. You want me to chase you? Yeah, yeah, yeah. Chase me, shoot me, shoot near me, near me. And we'll see what happens when one of the angels shows up. Yeah, because I've got a really good batting average with the angels right now. If they take you, man, they take you to God knows where. I know. Okay, but look, you know how you're always losing your phone and then you grab mine and find it? Right. Right. Well, we have a GPS link. So you're like a big ugly tracking device. Okay. Right. But look, we got to make this look real, okay? Not too real, just real enough to fool the angels. You get me? Oh, I can get you right between the eyes. No, no, just don't be a dick. Okay, dat is toch wel een strak plan. Met dat mobiele tracking device. Doe of Reggie achtervolg. Wauw, hij faalt wel in acteren. Nee, inderdaad. Jesus. Oké. Wauw. Dus ik moet het verplicht misschieten. Ik heb zo'n zin om die lul te raken. Dat bedoel ik. Nelson, I said near misses.
Ja, inderdaad. Kijk, je faalt in acteren. Weet gek dat ik raak schiet. Je verdient het. Flee in terror, mortals! I could melt your faces with nothing more than my pinky. Wow. Ik wil gewoon raak schieten als die ons zo voor lul zet. Oh, maar het helft. Kom op. Volgen. Wat wordt er achtervolgd dan? Die engelen? There we go. In één keer. Oh, het zijn DUP's die ook op ons zitten te... Of niet? Oh, wat was dat? Gelukkig zijn ze makkelijk te raken, die creeps. Try to be more, I don't know, wind resistant or something. Listen, I just wanted to know if you know where you're going. I'm just saying we could probably stop and ask for directions. I wouldn't mind. Dit is ook weer lastig. Helemaal met die freaks die ons... Auw. Oké. Okay. Oeh, we waren op tijd. Krijg nou wat. Die tweede die raakt ons niet. Woe. We zijn goed. Oh, er komt meer aan. Ze zijn gestopt? Chill. Hallo. Video angels, I should have seen that coming. Hey, dat is best cool. Now I know your weakness. Yeah, that's right. Keep coming. I'll take you all down. Nou. Au. Vernietig de tv-poorten. Alright. Dat is niet zo'n probleem. Ik moet alleen wat meer neon hebben. Come on. Woo, you don't like it when I shoot the screen, do you? That all you got? You fight like cherubim. That's it. Keep shooting. Come on. Yeah. Ik heb alleen bijna geen neon meer. Niet neon. Daar is neon. Woe. Serieus, doe je dat 1 voor 1? Kom op. Kan beter. There we go. Stop being so fluttery and let me get a shot. Oh, I'm gonna burn in hell for this. Kom op, dat is toch ook een scherm, of niet? Fuck. Zijn dit schermen? Kom op, ga kapot. Nee. Dat daar is een scherm, denk ik. Die? Ja. Is die nog steeds niet kapot? Nou is die kapot. Oh, hier ook nog, denk ik. Ja. Gewoon in beweging blijven, dan raken ze je niet. Nou, grotendeel niet. Oké, dus volgens dat ding is er nog steeds... En die laser die achtervolgt me. Kom op. Pak die er ook eens even bij. Fair trade. Waar is de laatste? Oh, dat daar. Of niet? Kom op. There we go. I never liked commercials anyway. Yeah. Where did Reggie end up? Hier is Reggie. Broekpoeper. Oh. Worst idea ever. Oh, what the hell? Woo. I gotta hand it to you, big brother. You make excellent live bait. Why, it worked, didn't it? Found the angel conduit slayer. Now we go take him out. Come on, you come with me or what? I'm gonna take this shit off. Then I'm gonna go cry myself to sleep. There's gotta be a ton of weird, spiky shit down there, and that, brother, that's all you. Oh my god! Don't walk away mad. It was your plan.
Wat een pussy die broer. Nou ja, dit was de aflevering voor vandaag. Ik check jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je het leuk vond. En tot de volgende video. Laters.